Goedemorgen, het is zondag en dit is een intro. Van Moestuinleven. Ja! Ja, de vorige video zijn we geëindigd dat ik laat zien wat voor plantjes er in de kruidentuin gaan komen. Stonden mij erbij. Kom, we gaan. Ja, kom. Eindelijk, ik wacht al de hele tijd op jou. Dit wordt de kruidenbak, hey, noem je dat zo? Ja, die kruidentuintje toch? Kruidentuintje. Dat hele rechthoekige ding daar. Ik heb gehoord dat ik eerst zand, mest van de mesthoop erin moet doen. En dan kunnen de plantjes erin, denk ik. Dus ik ga een aantal keer heen en weer lopen met de kruiwagen. Dat was een hele uitgebreide, lange timelapse van hoe er mest in de kruidentuin kwam. Maar Daniel ging ondertussen knoflook planten. Want we vonden allemaal knoflookjes in de mesthoop. En daar wijs ik dat goed aan. Nou, rechts achter mij zie je ook een soort rekje en daar komen allemaal komkommertjes. Als het lukt dit jaar. Vorig jaar zijn alle komkommers heel erg mislukt. En nu, volgende stap voor mijn kruidentuin is eerst harken, toch? Nee, is niet meer echt nodig. Ik hoef niet te harken. Ja, dan kan ik alles erin zetten. Daniel heeft al de oregano erin gezet. Dat is een woekerkruid. En de rest weet ik allemaal niet. Ik ga het er gewoon in zetten. En dan gaan we zien wat het gaat doen dit jaar. Dat is denk ik de beste omschrijving. Ik ben je ook niet. Nee, hij moet gewoon een beetje uitvogelen alles. Ik weet alleen wel vanuit mijn korte zoektocht dat de venkel heel groot gaat worden. Het is nu echt nog een mini plant. Maar die ga ik dus helemaal achterin neerzetten. Die schijnt dus heel groot te worden. Ik kan het me niet voorstellen. Oh oh. Hij valt helemaal uit elkaar. Ik kan hem echt niet voorstellen dat hij heel groot gaat worden. Ja. En horen jullie ook dat lawaai op de achtergrond? Daar is Daniel heel blij mee. Boeit me niet. Boeit het je niet? Nee, wel. Ja, ik kan er niks aan doen. Oké, dit is de dille. Die ziet er een beetje zielig uit. Daniel vroeg al, heb je hem echt zo gekocht? Ja, ik heb hem echt zo gekocht. Heb je geen korting gekregen? Ik heb geen korting gekregen. Dan ben je gewoon gestukt. Ik ben gewoon gefukt. Nou, hij wilde me trouwens voor die daslook wilde die me minder laten betalen. Want ik moest gaan tellen hoeveel ik van deze soorten had. Maar deze vorm bakjes. En die waren allemaal 1,50. En toen zei ik, ja, maar ik heb ook deze. En deze is 2 euro. En toen zei hij, oh, oh. Dus volgens mij wilde hij me eigenlijk 50 cent korting geven. Maar... Zo. Zo. Ik denk dat ik de dille bij de venkel ga zetten. We kunnen wel vriendjes worden, die ruiken ook een beetje hetzelfde. Zo. Dan heb ik de das. Moet de daslook dan niet bij de knoflook? Nou, de daslook ga ik er gewoon lekker tussenin zetten. Je kan je alleen de blaadjes van eten, toch? Ja, en als ik jou was, zal ik die een beetje uit elkaar halen, want ze zijn allemaal losse planten. Oké. Okay. Dan maak je hem... Nee, geef eens. Ik weet niet hoe dat moet. Let op. Gewoon losmaken, voorzitten. Echt warm, man. Lekker. Nu al. Kijk. Dan heb je dus... Vier losse planten, die zet je dan iets verder uit elkaar. Het ziet er een beetje uit als mijn kabelbak thuis. Oh, 1, 2. Kijk, en als je de worteltjes ietsjes agiteert, dan gaat hij denken, oh nee, en dan gaat hij ineens heel hard groeien. Oké, het is echt te warm om stil te blijven zitten. Het brandt gewoon weg, man. Kijk, en dan zet je die ongeveer zo ver uit elkaar en dan in een radius. Dus in een rondje. In een rondje ongeveer. Dan krijg je namelijk, als die gaat uitgroeien, lijkt het één hele grote plant weer. Nou, dus, dat ga jij dus doen? Nee. Oh.
Ja, je was het zo aan het over te nemen. Nee, ik wilde alleen even laten zien hoe je dat moest doen. Hoe vind je het voor de volgende keer zelf? In een radius. Ja. De eerste keer dat ik dit doe, op Albert Heijn moestuintjes dingetjes maken. Kijk nou, wat gezellig! Het ziet er wel heel vrolijk uit. Selderij. Wat ook wel leuk, dat ze bij die boskoop hebben ze echt voor 15 cent allemaal plantjes. Ja, daar heb jij vorig jaar natuurlijk heel veel gebruik van gemaakt. Ja. Daar heb ik inderdaad vorig jaar heel veel gebruik van gemaakt. Maar dat is echt best wel chill. Ja, dit is echt cool. Dit is citroengras. Ik weet ook eigenlijk niet van welke kruiden welke eigenlijk in de schaduw moeten staan. Het is jouw kruidentuintje. Maar nu staan ze wel heel erg in de volle zon allemaal, hè? Ja, dat is nog op zich niet heel goed. Nou, nu nog niet, maar in de zomer. Zo. Ik denk dat ik de tijm bij de oregano hier ga doen. Oeh. Dat is best wel een grote plant, hè, tijm. Niet een hele hoge, maar wel een hele brede. Dus die kun je ook in de hoek neerzetten daarom. Dan hangt die straks eroverheen. Dat ziet er mooi uit. Ja, ik wilde hem ook op de hoek doen. Van tijm wordt uiteindelijk een beetje zo'n houtachtig geval. Zo. Oké, dan heb ik nog koriander. Sommigen van jullie vinden dat waarschijnlijk heel vies, maar ik behoor niet tot de mensen die dit naar zeep vinden smaken. Dus ik eet het eigenlijk heel graag. Nu ga ik het dan zelf groeien. Wat? Koriander, dat sommige mensen dat echt heel vies vinden. Ja, die vinden het naar kool smaken. Nee, zeep. Of naar zeep, dat was het. Maar daar hoor ik niet bij. Dus ik vind het wel heel lekker. Dan heb ik hier biefstuk. Oeh, hele vieze handen. En verder heb ik dan nog pimpernel. Dat ken ik niet. Kan je in de sla eten, staat erbij. Ik had nog niet echt de instructies gelezen. Een kruidenboter, salade, soepen en bij kaas en ei gerechten. Ik ben benieuwd. Ik vind het wel een schattig plantje. Ik heb het idee dat dit plantje, de pimpernel, dat hij ook heel erg zo over de bodem gaat. Dan heb ik er nog één die ik ook niet kende. Dat is de hiesel. Daar kan je thee van zetten als je verkouden bent. Dat ken ik ook nog niet. Wat is dit? Dat zijn wortels. Nee. Ik snap dat dit wortels zijn, maar wat is dat witte spul erop? Voor zand. Oké, maar moet hij dan niet in dit zand of zo? Nee. Laatste, en dan heb ik hier niks meer te doen. Of moet ik dan nog water geven? Dan moet je nog water geven. Oké, dan moet je nog water geven. Dit was de kruidentuin vlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Of als je vragen hebt over bepaalde kruiden. Laat het even weten in de comments. Niet dat wij dat kunnen beantwoorden, want we hebben nog een flauw idee.
Maar ik kan wel mijn best doen. Nou, ga eens even weer zwaaien. Later!